Het is weer maandagavond 9 uur. Tijd voor een nieuwe aflevering van Opinie. Mijn naam is Abigail Kemp. Van harte welkom. Suriname werd in 1975 onafhankelijk van Nederland. Dat er Surinamers in Nederland wonen en mensen van Surinaamse komaf is alom bekend. Ook in Suriname wonen er Nederlanders en komen er regelmatig stagiaires naar ons land. Maar ook Nederlandse toeristen. De bemoeienis van Nederland in Suriname en het negatief beeld dat er keer op keer wordt geschetst vanuit de Nederlandse zijde, wordt alleen maar erger. Heeft dat te maken met het feit dat zijn excellentie Desiderio Rano Bouterse de huidige president is van Suriname? En zal de relatie tussen Nederland en Suriname ooit nog herstellen? Dit alles en nog meer vanavond in deze aflevering van Opinie. Dames en heren, wij praten vandaag over de destabiliserende rol van Nederland bij de ontwikkeling van Suriname. Onze gast voor vanavond is Roy de Miranda, secretaris-generaal Clean Files Tribunal. De Miranda, die zijn ervaring heeft in de voetbalwereld en basketbalwereld, heeft public corporate management gestudeerd in Nederland. Hierbij waren de twee hoofdvakken voorlichting en journalistiek. Hij is verder als consultant betrokken geweest bij verschillende welzijnsstichtingen voor Surinamers in Nederland. Een van de meest toonaangevende projecten waar de Miranda betrokken was, is het bij elkaar brengen van alle Nederlandse kaders in het Congrescentrum Utrecht, waarbij hij alle manco's aangaande de allochtonen aan de kaak stelde. Dit optreden heeft geleid tot de opzet van het directoraat Minderhedenbeleid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in Nederland. De Vereniging van Rassendiscriminatie heeft de Miranda helpen opzetten, nu bekend als Stichting Artikel 1. Verder is hij de oprichter geweest van Stichting Global Cult en Communication Center. Thans is de Miranda secretaris-generaal van Clean Files Tribunal met als voornaamste taak het pareren van aanvallen verricht door derden gericht op Suriname en of instanties of instituten van Suriname. Kijkers, Roy de Miranda. Welkom meneer de Miranda. U bent vanavond de gast en de terzakendeskundige op het onderwerp van Opinie. Hartelijk welkom. Dank u wel. Om gelijk met de deur in huis te vallen, in de inleiding zei ik het al, Suriname werd in 1975 onafhankelijk. Wat zijn de vruchten van het feit dat we onafhankelijk zijn geworden in de ontwikkeling van Suriname? Welke vruchten hebben we daarvan overgehouden? De vruchten zijn kortom dat de baby nog steeds moet leren lopen op eigen benen. Oké. Okay. Maar ik denk dat wij, als we praten over 1975, er een voorgeschiedenis is. Ja. En die is dat Suriname feitelijk sinds de eind jaren 40 bezig is gegaan met het zich ontworstelen van het koloniaal juk. Er is toen een beweging ontstaan vanuit de progressieve Surinaamse Volkspartij, onder leiding toen van Pater Weidman. Ja. En wijlen mijn vader, Johan Ahmed de Miranda, die toen al pleitten voor baas in eigen huis. Dat proces is gegaan, heeft geleid tot twee rondetafelconferenties, waarbinnen het ter discussie stond de wijziging van het statuut, dat moest leiden tot meer zelfstandigheid binnen het bestuurlijke van Suriname. Dat heeft inderdaad geleid tot statuutswijziging in 1954, als ik het mij goed kan herinneren. Na die procesgang is er een beweging ontstaan onder Jopie Pengel, die verder invulling wilde geven aan het baas zijn in eigen huis. Waar toen, tot 1954, Nederland nog steeds het buitenlands beleid voor Suriname bepaalde, was dat onder Pengel veranderd. We hadden toen ook een eigen buitenlandse zaken
met een minister daarbij die een eigen profiel voor dit land naar buiten bracht. Het is verder ontwikkeld met de beweging van wijlenmeester Eddie Bruma, die uit Nederland hier naartoe kwam met zijn Wiegi Sani gedachte. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van de Partij Nationalistische Republiek. De partij die feitelijk, en dan stoot ik door naar 1975, want we moeten het heel fragmentarisch doen. Ja. In 1975 eigenlijk de promotor is geweest van de onafhankelijkheid van Suriname. En daarbij een hele goede partner gevonden had in de figuur van wijlen Henk Aron. Die toen heeft gezegd, uiterlijk 25 november 1975, Suriname onafhankelijk. Daar hadden we toen ook een scheiding van de machten die eigenlijk niet nationalistisch bezig waren, maar die hang nog hadden naar het oude Nederland, ja, onder het koloniaal juk doorgaan, de VAP, onder leiding van Jagannath Lachman. De heer Somohardjo met zijn Javaanse beweging, die hebben in 1975 vliegtuigladingen vol Surinamers het land uitgevoerd naar vergetelheid in Nederland, naar eenzaamheid, naar heimwee naar hun land. En ze zijn daar in de steek gelaten, hè? Dat moet wel vermeld worden. Okay. Die mensen kwijnen daar weg, tot nu toe, van heimwee. Mm-hmm. En deze twee mensen zijn teruggekomen en hebben zich volop in de politiek gestort, alsof er niks gebeurd is. En worden als helden hier politiek gezien, ja, door een bepaald segment van de Surinaamse bevolking, ja, bewierookt. Onbegrijpelijk eigenlijk. Ja. Maar goed, de onafhankelijkheid is gekomen. Mm-hmm. Niet zonder slag of stoot. Want we moeten toch ook in herinnering halen dat men hier onder het mom van Creolen zullen, negers zullen, Hindostanen en Javanen onderdrukken, vrouwen zullen verkracht worden. Dat motto werd gebruikt om stemming te maken, om een burgeroorlog in feite te ontketenen. Is niet doorgegaan. De 11e uren heeft de heer Lachman vrede gesloten met de onafhankelijkheidsbeweging. Niet zozeer met een Henk Aron of een Eddie Bruma, met de onafhankelijkheidsbeweging die toen geboren is en die tot volle wasdom is gekomen. Want tot volle wasdom is hij gekomen in 1980. Toen het bleek dat de onafhankelijkheid in de beweging zijnde, obstakels zat. Voordat we verder gaan met hetgeen dat u over 1980 gaat vertellen, want die lijn trekt u gelijk door. We horen vaak genoeg horen wij de opmerking dat we nog niet klaar waren voor de onafhankelijkheid. Wat denkt u hiervan? Wel, elk land dat onafhankelijk gaat worden, moet rekening houden met het feit dat je valt en opstaat. Oftewel, een baby, laat me dat illustreren, een baby kruipt eerst, staat op, houdt zich vast aan een tafel, in de opmaat naar gaan lopen, valt, leidt pijn, huilt, staat weer op, gaat weer aan de slag en uiteindelijk begint dat kind te lopen. Zo moet een land dat zichzelf wil ontdoen van een koloniaal juk, van onderdrukking, want dat is het geweest hier, laten we het zeggen, zoals het is. We zijn hier onderdrukt, we zijn uitgebuit ten voordele van de ex-kolonisator. En dat kind gaat lopen en is gelopen naar een volwaardig onafhankelijk zijn. Maar wat is eigenlijk onafhankelijkheid? Geen enkel land in de wereld is onafhankelijk. Elk land is afhankelijk van een ander land. We praten nu in termen van mondialiteit, we praten over global world. Nou, je bent van elkaar afhankelijk. Maar je zoekt met elkaar samen naar overeenstemmingen om te komen tot samenwerkingsvormen die op basis moeten gaan van wederzijds voordeel en wederzijds respect. Ja. En dat is een hele opgave voor sommige mensen, sommige landen. Dat wederzijds respect en wederzijds voordeel,
niet willen focussen op waar kan ik mijn voordeel halen ten koste van jou. Nou, we hebben dan te maken met regelrecht Nederland in dit geval. Meneer de Miranda, na de onafhankelijkheid heeft Nederland toch die bepalende factor eigenlijk gespeeld binnen de ontwikkeling van Suriname. We hebben bijvoorbeeld in de jaren 80 een 500 miljoen van Nederland gehad. Wat kunt u daarover vertellen? Hoe is dat proces precies gegaan en welke rol heeft Nederland toen gespeeld? Mag ik u vertellen hoe op 26 februari 1980 dat gelopen is? Ik zat in Utrecht op een kantoor van de Surinaamse Welzijnsstichting voor Surinamers te werken. En ik werd gebeld de dag na de coupe door de fractieleider van de VVD, de heer Frits Bolkestein, die mij vroeg of hij mij met spoed kon spreken. Ik heb gevraagd waar gaat het over. Hij zegt het gaat over hetgeen zich gisteren in Suriname heeft voltrokken. Ik zeg welkom. Hij is inderdaad gekomen. Ik zat met twee mensen bij mij, die waren getuigen van dit gesprek. En hij heeft mij gevraagd van, wat is uw opinie over de ontwikkelingen in Suriname? En ik heb hem geantwoord van dat ik geïnformeerd ben en dat het stabiel is en dat wij blij mogen zijn dat de meest gedisciplineerde groep in de samenleving van Suriname, zijnde de militairen, daar op dit moment in die troebele sfeer de leiding hebben. Waarop hij zegt, daar zit wat in. Hij zegt, want wij hebben gisteren de hele dag en vandaag ook op het Binnenhof bij de Tweede Kamer Surinaamse Welzijnsstichtingsvoorlieden gehad die zijn komen pleiten voor een invasie in Suriname. Ten einde de belangen van Nederland, let wel, de belangen van Nederland en de Nederlandse staatsburgers daar te gaan bewaken, beschermen. Waarop ik zeg, dat is het domste wat Nederland zou kunnen doen. Want ons volk kennende, geen enkele Nederlander in dat land gaat eenhaar gekrenkt worden. Vermits men zich houdt aan de orde die op dat moment in Suriname geldt bij decreet. Hij zei, wat stelt u voor? Ik zeg, wat ik voorstel is dat de Nederlandse regering praat over, wij geven de ontwikkelingen in Suriname het voordeel van de twijfel. Ik zeg, want gaat het goed, dan heb je geen gezichtsverlies geleden. Gaat het niet goed, dan heb je het ook niet. Hij zegt, daar zit wat in. Hij heeft in mij bijzijn en die twee mensen die erbij zaten. En ik kan hun namen noemen. Dat was dokter Anders Ronnie Lemmers en Lila Kanai, de secretaresse van die organisatie waar ik daar zat. Ja. Hij heeft gebeld met minister Chris van der Klauw, de minister van Buitenlandse Zaken, en heeft gevraagd of die motie kans maakt binnen de Tweede Kamer, niet alleen, maar ook binnen de regering, of het gedragen zou worden. Mm-hmm. En bij mij, op de Kamer zittend, is hij een uur daarna gebeld geworden en is doorgegeven dat na ampel beraad, dat waren de woorden, de motie zal slagen bij stemming in de Tweede Kamer. Maar dat de regering daar helemaal achter staat. Okay. We hebben vervolgens de dag daarna nog een keer vergaderd in Utrecht, in het jaarbeursgebouw. En toen zei hij van, nou dit hebben we bereikt, is er nog aanvullende informatie, want ik moet naar de Tweede Kamer voor een plenair debat. Ik zeg, ja, je moet gaan, maar je moet wel één ding in de gaten houden. Dit nieuw proces in Suriname, de feitelijke inzet van decolonisatie van Suriname, want daar gaat het om, daar hangt de prijskaart aan. Ja, maar we hebben toch ontwikkelingsverdrag met Suriname, daar zitten toch verdragsmiddelen in. Ik zeg, maar die zijn voor lange termijn ontwikkeling. We hebben hier te maken met een crashprogramma, die moet worden gebruikt om deze nieuwe ontwikkeling kans van slagen te bieden. Want zonder gedragenheid is dit nieuw proces ook gedoemd te mislukken.
Ik zeg, en dat willen we met z'n allen niet. Waarop hij zegt, van waar moet ik aan denken? Ik zeg, nou, je moet denken aan 500 miljoen Nederlandse guldens. Hij zegt, bent u wel wijs? Mm-hmm. Ik zeg, ja, ik ben wel wijs, ja. Ik zeg, die ontwikkeling kost geld. Ik zeg, en er staan te veel belangen op het spel, ook van Nederland, om daar met een habbekrats vanaf te komen. Ik zeg, we moeten hier geen koopmanschap, Hollands koopmanschap gaan bedrijven met elkaar. Dus ik heb hem echt hard de woorden medegedeeld. En hij heeft het begrepen en heeft gebeld met de minister. Die minister van Buitenlandse Zaken heeft minister De Koning van Ontwikkelingssamenwerking direct ook gebeld. Die heeft met de premier toen gebeld. En ze hebben toen in mini-verband, regeringsverband, gezegd van, voor een crashprogramma zullen we dat ter beschikking stellen. Ja, okay. Zo is dat tot stand gekomen. Mm-hmm. Maar dan nog was dat niet genoeg. Want dat gegeven hebbende, dacht men van, oh, we hebben Suriname en met name die militairen leiders daar gekocht. Ja. Hoe anders was de realiteit voor hun? Het is niet gelukt om weer macht te krijgen in dit land. En daar is er al een strubbeling ontstaan. Mm-hmm. Maar nog niet ten volle. Want die is gekomen nadat minister De Koning hier naartoe gekomen is in juli 1980 om te komen praten over het waarde vastmaken van de verdragsmiddelen. Mm-hmm. Suriname heeft toen gezegd, door inflatie, devaluatie van muntstelsels, zal het geld op termijn minder bedragen dan die 3,5 miljard. Wij willen het waarde vast hebben, dus inflatorencorrectie inbouwen. Mm-hmm. En De Koning heeft toen gezegd, nee, dat doen wij niet. Toen is er hier door studenten een protestdemonstratie gehouden op het onafhankelijkheidsplein. Ja. En er werd geroepen, Jan De Koning, Suriname is geen pot met honing. De militairen hebben toen met elementen uit de vakbeweging die manifestatie van die studenten ondersteund. En het is een bredere beweging geworden. En het bericht ging toen in Nederland rond dat minister De Koning, want ik moet ook erbij zeggen, er waren toen stakingen afgekondigd, waaronder de luchtvaartdienst, vliegtuigen konden niet binnen nog uitvliegen. Mm-hmm. Dus is er van gemaakt in Nederland dat minister De Koning werd gegijzeld. Okay. Toen is er een nieuwe actie ondernomen om te komen tot het ontzetten van minister De Koning door middel van militaire ingrepen. En ik zeg u, Haar Majesteit van Speek op Curaçao standplaats hebbende, lag al voor de monding van de Suriname rivier. Er waren al commando troepen eenheden in Frans-Guyana om Suriname binnen te vallen. En een tros medewerker van de televisie, van het programma Actua, mm-hmm, Art Horvers, die heeft mij gebeld. En hij heeft mij gezegd van, Roy, wat gebeurt er in jouw land? Ik zeg, hoe bedoel je? Wat is er? Hij zegt, ze gaan jouw land binnenvallen. Ik zeg, wie? De Nederlandse regering is bezig met een scenario om dat land binnen te vallen. Ik zeg, en waarom dat? Ja, want minister De Koning wordt gegijzeld. Ik zeg, onzin. Hij zegt, kan ik een interview van jou afnemen? Ik zeg, ja. En inderdaad is hij naar Utrecht gekomen. Hij heeft daar op 3 juli 1980, en dat het filmpje is te zien op YouTube, Tros Actua 3 juli 1980, mm-hmm, waar ik hierover vertel. Het is afgewend door mijn uitleg over de reële, werkelijke situatie in Suriname, met uitleg over die staking, ja, waardoor meneer De Koning niet kon vertrekken, maar dat er geen sprake was van gijzeling. Gijzeling, ja. Wij voeren nu terug naar een fragment van het gesprek van 3 juli 1980. Opinie.
Me dunkt dat je kunt spreken over een failliete boedel die is overgenomen in 1980 en wel op 25 februari. Wat betekent dat? Dat zelfs de verdragen die zoals ze afgesloten zijn voor die tijd, tot die failliete boedel worden gerekend. En dan vind ik het niet anders dan getuigen van visie en inzicht wanneer een Surinaamse regering zegt, er is een nieuwe situatie ontstaan na die datum, 25 februari 1980, ook over de verdragen die zijn gesloten, die op poreuze grond berusten. Ook daarover willen wij praten, dat daar van een herziening sprake moet zijn. Wat we zien gebeuren nu, is dat de minister van Ontwikkelingssamenwerking in opdracht van de regering, en ook de Tweede Kamer die daarover vaker gesproken heeft, praat over een situatie die ongewijzigd moet blijven. Terwijl dat juist betekent dat je een mank systeem, een onderdeel van het systeem, helpt transporteren in een gezondwordingsproces verkerende heropbouw. Zo moet dat gezien worden. Zoals gezegd, in Suriname nu grote anti-Nederlandse demonstraties en een algemene staking. En gisteren werd door de Surinaamse onderminister van politie en door vakbondsleiders zelfs gedreigd dat getracht zou worden te voorkomen dat minister De Koning het land zou verlaten voordat aan Surinames wens zou zijn voldaan. Maar zover is het niet gekomen. Want de bewindsman is inmiddels op weg naar Nederland. Maar zou een en ander, met name die felle anti-Nederland houding, kunnen uitgroeien tot een toestand zoals in Iran, waar het volk werd opgezweept tot haat van alles wat maar Amerikaans is? Suriname wijst elke vorm van betutteling af. U kunt zaken doen met Suriname anno 1980 op basis van wederzijds voordeel. Dan gebruik ik woorden die de minister-president van Suriname gebruikt. Hij praat over wederzijds voordeel. Dat is in tegenstelling tot wat het vroeger was. Vroeger was het, je krijgt wat, een gulden aan ontwikkelingshulp en wij pikken er 3 gulden uit terug. En dat is een gegeven, dat is een concrete situatie. Maar om te spreken van Iraanse situaties in Nederland, in Suriname op dit moment. Mijn volk goed kennende, wij zijn een te lief volk om mensen hun zin te geven in datgene wat gezien wil worden van hun. Want wat zou het zijn? Het zou slechts een bevestiging zijn van die beschuldigingen als zou Suriname de rechten van mensen in dat land schenden. Wij komen niet aan fundamentele rechten van mensen. En derhalve neem ik niet aan dat van Iranese situaties in Suriname sprake zou zijn. Elk land heeft het recht om stakingen uit te roepen, om demonstraties af te kondigen, voor zolang dat niet valt buiten de rechtsorde. En als we die lijn doortrekken naar de binnenlandse oorlog, heeft Nederland daar ook een rol bij gehad? Nou, dan gaan we terug naar meneer Somohardjo. Ja. Die is altijd hier bezig gebleven om zijn zin door te drukken, zijn wil op te leggen, door middel van chantagepolitiek. Hij is degene geweest die met de ex-president Shin Hassan en anderen, laten we die mensen hun naam hierbij niet noemen, maar die twee exponenten zijn met name bezig gegaan met het organiseren van, hoe noemden ze, de Bevrijdingsraad. Mm-hmm. En de Bevrijdingsraad was full speed bezig met het organiseren van gewelddadig ingrijpen in Suriname. Gesteund door de regering van Nederland. Okay. De regering van Nederland wilde de vingers daar niet aan branden, maar heeft een werkarm, zijnde de evangelische broedergemeente in Zeist, als sluis gebruikt met geld, fourneren voor die strijd die uiteindelijk is uitgemond in de vuile oorlog, binnenlandse oorlog. Ja. De heer Brunswijk met zijn manschappen, maar ook huurlingen, witte huurlingen, zijn in stelling gebracht om het nationaal leger dat in feite de nationale waardigheid van Suriname dient te bewaken en te beschermen, ja, om die te bestrijden. Met alle gevolgen van dien, landskinderen door buitenlanders, witte huurlingen, gedood om een vage omschrijving van
bevrijden van Suriname. Suriname was geen dictatuur. Je zou kunnen spreken over Suriname als een geleide dictatuur. Want men heeft de mond vol van democratie en vrijheid van meningsuiting. Maar wanneer een volk met die begrippen, die fenomenen, niet weet om te gaan omdat ze doodeenvoudig niet weet wat die fundamenteel inhouden, ja, dan moet je dat begeleiden. En dan komt er inderdaad een stukje pressieuitoefening. Maar het moet niet gaan ten nadele van, het moet ten voordele van zijn. En dat was het proces dat aanvankelijk hier in gang is gezet. Mensen opvoeden, mensen leren hoe de begrippen in elkaar steken, wat jouw rechten zijn, wat je plichten zijn, om te komen tot evenwicht in een samenleving. Dat was dat proces. Dat was het proces, dat heeft u mooi verwoord. Ik wil dan gelijk vragen, als we de ontwikkelingen volgen over de dossiers die Nederland voor een x aantal jaar heeft aangehouden, waarom zouden ze dat opgeborgen? Waarom zouden ze dat eigenlijk doen? Wel, wat is de reden daartoe? Wel, wij praten over dossiers zijn opgeborgen voor 60 jaar. Ja. Iedereen denkt daarbij aan 25 februari 1980. Maar dat zijn die dossiers niet. Want die dossiers zijn, dat is in de pers en media in Nederland breedvoerig uitgemeten, zogenaamd per ongeluk door de Militaire Inlichtingendienst van Nederland in de snippermachine gedaan. Dat zijn die van 1980? Van 25 februari 1980, ja. Die dossiers bestaan niet meer. Welke dossiers zijn opgeborgen? Die dossiers die te maken hebben met 8 december 1982. De rol van Nederland binnen die ontwikkelingen die hebben geleid tot tragische gebeurtenissen op 8 december 1982. En waarvan ik zeg, dat is een hele droeve, donkere bladzijde in onze geschiedenis. Maar alles heeft twee kanten. Hè? Ja. De ene kant is belicht in een proces dat gaande is. Het andere deel is niet belicht. En dat is namelijk waar mensen praten over waarheidsvinding. Waar de heer Henk Herrenberg een boek over heeft geschreven. Oorzaak en oorzakelijk verband. Dat oorzakelijk verband, nog oorzaak, zijn blootgelegd. We zijn in een puur juridisch traject verzand. Ja. En ik wil bijna zeggen versopen, want de waarheid krijg je op die manier nooit boven tafel. Klopt. Dus die bemoeienissen van Nederland, die daar in die dossiers vastgelegd liggen, ze zijn er als de dood voor zo bang. Dus ze hebben wel een bepaalde rol gehad in het proces. Absoluut. Als je het heel voortraject bekijkt. Ja. Van 1980. Daarvoor nog, hè. Van de bemoeizucht. Mm-hmm. De bedilzucht. Suriname op de knieën willen leggen voor hun voordeel. Dat voordeel, wat zij, die positie die ze toen hadden, was wegkomen te vallen. Want, en dan ga ik het zeggen, mensen vinden het erg als ik het zeg, ze vinden dat ik meneer Boutersen adoreer, dat is niet waar. Maar het is met meneer Boutersen, met name hij, die aan Nederland heeft gezegd van, we kunnen op basis van wederzijds voordeel en wederzijds respect met elkaar zaken doen, maar jij komt mij niet vertellen hoe ik het moet doen, wat ik moet doen. En daar zit nou eigenlijk die hele, de hele grudge van Nederland. Ja, dat men eindelijk een Surinamer tegenkomt die niet knielt, bukt en op commando uitvoert. Maar hij heeft voorlopers gehad. Anton de Kom, Louis Doedel. Ja. Dat zijn voorlopers geweest. Mensen die ook opkwamen tegen dat Nederlandse onrecht hier in dit land. En die zijn geïnterneerd en in gevangen gestorven, die ene en de andere in een psychiatrische inrichting. Jarenlang opgesloten, terwijl die man helder van geest was.
Dus het is niet een incident dat die houding van meneer Boutersen, de militair toen, mm-hmm, en de president heden ten dagen, maar hij heeft voorlopers gekend. Dus Nederland gaat nooit stoppen. En dan komen we precies op de volgende vraag. Nederland heeft altijd een bepaalde factor gespeeld. Rol. Een bepaalde rol gespeeld. Mm. Hoe is dat anno 2018? 2018? Ja. Eigenlijk moet je zeggen, het is een ongoing proces, hè? Oké. Nee, 2018, dat gaat nu cumuleren, dat gaat nu uitvergroot worden. Omdat 25 mei 2020 in aantocht is. Mm-hmm. De verkiezingen die komen, die moeten wederom, net als alle andere verkiezingen waarbij de NDP, meneer Boutersen, in de lead was, zijn geprobeerd getorpedeerd te worden. Nu zijn ze 2 jaar voor datum, of voor dato, zijn ze begonnen met een ongekende hetze. Maar die hetze die zij inzetten is niet sec gericht op Suriname. Mm-hmm. Het is wereldwijd. Overal leggen ze tijdbommetjes voor Suriname. De landen waarmee wij relaties onderhouden, op een fatsoenlijke manier, op een volwassen manier, leggen ze bommetjes. En gaan ertoe over om ongebreideld het imago van het land en de instituties van dit land te beschadigen. We hebben hier recentelijk een nieuwe revue kunnen lezen. Ja. Het is een verzameling van over de hele tijd heen uitgesmeerde halve waarheden en 100% onwaarheden bij elkaar geplakt, in elkaar geflanst. Mm-hmm. En alles op het bord van vermoedelijk is het Desi Boutersen, nu de president, hè, ja, het instituut. Alles op zijn bord, maar dan in vermoedelijk. En dan plaats je op jouw koffer van jouw blad, plaats je foto drugsbaas. Ja. Je bent een crimineel en een riooljournalist en jouw blad is een pulpblad. Is niet eens waard om als toiletpapier te gebruiken. En nu praat ik als een verbolgen Surinamer. Hè? Mm-hmm. Want jij komt met jouw gemeenheden en jouw smerige historie en jouw heden niet aan mijn land. En ook niet aan de instituties van mijn land. Daar staan wij voor, de waarachtige Surinamers staan voor het beschermen daarvan, het bewaken daarvan. Ja. Jij komt mij niet vertellen dat ik een criminele staat ben en mijn president een crimineel is, terwijl jouw historie bevlekt is met criminaliteit. Je bent vanaf de 17e eeuw bezig met 3 cocaïnefabrieken in jouw land. Continu cocaïne te produceren en de delen van de wereld te vergiftigen, mm-hmm, samenlevingen te ontwrichten, doordat je drugsverslaafden krijgt. En dan praat jij over drugsbaas, praat je over drugsstaat. Schaam je toch, foei. Mm. Jij die bezig bent als narco-staat nummer 1 in de wereld, overal in de wereld erkend, mevrouw. Overal. Met jouw ecstasy, speed en allerlei troep om de geest te vergiftigen, ben jij aan het produceren. Continu. Jij maakt miljarden per jaar aan winsten door die drugsproductie. Dus de economie draait op die... Onder andere. Oké. Okay. Je bent een terrorist. Doordat je terroristen in Syrië van tuig voorziet, ja, om moord en doodslag te plegen. En jij praat over een criminele staat Suriname. Jij praat dan over een failed state Suriname. Meneer Blok, foei toch. Ja. Maar ik kom zo op Blok. Ja, even, laat me even dit afronden. Ja. Je praat over Suriname, criminele staat, drugsstaat. Kijk naar jezelf in de spiegel. En ga jezelf afvragen of jij recht van spreken hebt. En dat is die boodschap die ik aan Nederland geef. Kijk naar jezelf in de spiegel. Mm-hmm. En zoek naar geweten dat je mogelijk hebt. Om te weten dat jouw geweten jou moet knagen binnen van jou. Mm-hmm. En meneer Blok,
Ik ben niet boos op Blok. Ik ben juist blij met die uitspraken van meneer Blok. Want hij heeft ons geleerd hoe de Hollander werkelijk denkt over ons. En als ik zeg de Hollander, dan kan ik niet zeggen alle Hollanders. Ja. Want er zijn absoluut goede mensen daartussen. Mm-hmm. Maar wanneer ik kijk naar hoeveel partijen in de Tweede Kamer, dat is de volksvertegenwoordiging, mm-hmm. hem hebben gesteund dat hij mag aanblijven, nadat hij landen zo grof, en met name Suriname, zo grof heeft beledigd. Ja. En hij heeft Suriname geen excuses gevraagd. Hè? Hij heeft zich niet verontschuldigd naar Suriname toe. Mm-hmm. Nee. Hij heeft ons de ogen geopend. De meerderheid van de Nederlanders denkt zo over ons Surinamers. Ja. Denkt zo over Suriname. Ja, en ja, wat moet je met zo'n volk? Moet je daarmee hartelijke diplomatieke betrekkingen onderhouden? Mm. Ik zeg nee. Ga eerst bij jezelf te raden. Verschoon je innerlijk en kom dan terug. Bied je verontschuldigingen aan. Ga ook praten over jouw slavernijverleden op een fatsoenlijke manier. En bied manmoedig je excuses echt aan. En niet met verhalen komen van, dat was geen beste tijd en al dat soort prietpraat. Kom en zeg van, ik bied mijn verontschuldigingen aan. Ja. Ik bied mijn excuses aan. Dan kunnen wij samen wellicht onder nieuwe condities met elkaar verder. Hand in hand, zo je wil. Want ik zeg dit, er zijn voldoende positief ingestelde, eerlijke Nederlanders die verafschuwen de methode die Nederland gebruikt tegen Suriname om ons in een kwaad daglicht te plaatsen. En ik spreek ze hier hoor, over straat. Ja. Dat ze mij zeggen, meneer, zoals het ons wordt voorgehouden, zoals jullie worden afgeschilderd in Nederland. Wij herkennen dat beeld hier niet. Dat is een misdadige manier van een land kwetsen. Zo zeggen zij dat. Dus zeg ik, er is hoop voor een nieuwe lente tussen Suriname en Nederland, maar dan op een totaal andere basis. Ja. En je gaat respecteren wat wij hier hebben aan instituten. Want dit instituut van de president is door een democratische gang tot stand gekomen. Klopt. Het is de wil van de meerderheid van het volk dat wij deze president hebben. En of je ermee eens bent met die persoon die dat instituut vertegenwoordigt, is jouw zaak. Klopt. Maar je hebt te maken met twee staten en binnen de rechtsstatelijkheid zou jij dat instituut alle krediet moeten geven met respect. Ja. U sprak ook over verschillende bommetjes die voor Nederland, voor Suriname, sorry, gelegd worden. Moeten we dat van het aanhouden van die 19 miljoen in dat kader plaatsen? Absoluut. Absoluut. Kijk, 19 punt zoveel miljoen van de centrale bank van Suriname is geconfiskeerd. Er is geen enkele aanwijzing dat het crimineel geld is. Kort daarna is er 4 punt zoveel miljoen van de Trinidadiaanse bankier RBT, geloof ik, ook geconfiskeerd. Maar dat geld is intussen allang weer vrijgegeven. Maar dat van de Centrale Bank van Suriname wordt misdadig nog onder confiscatie gehouden. En dit land, Suriname, dat het al moeilijk genoeg heeft in een economische crisis, wordt daarmee ernstig getroffen, ja. Want het hele geldverkeer is in de war, monetair gezien. Je kunt hier geen normale transacties met de euro plegen, kan niet. Het is gelimiteerd naar, ik dacht, 50, 100 euro. 200, 500 wordt niet geaccepteerd. De koers van de euro in Suriname is lager in waarde dan in Nederland, in Europa. Ik bedoel, daar ben je bezig toch heel bewust om een land niet alleen te criminaliseren, maar te torpederen. En dit is maar een schijntje. Maar ik ga u zeggen, het is niet zomaar hoor. Het is niet zomaar. Want zij willen met dit soort pulpbladen, en ik zeg u, die journalist schreef nooit op eigen gezag.
Dat is door de Nederlandse politiek geïnstigeerd. Dit zijn werkarmen. Dat blad vertelt een verhaal wat eigenlijk de regering van Nederland in gedachten heeft. Dat patroon ga je terugkrijgen. Maar nu verhevigd, want ze zien dat deze president een blijvende factor in de Surinaamse politiek is. En voorlopig ook nog zal blijven ook. Hè? Ja. Het nieuws moet ergens vandaan komen. We merken dat Nederland eigenlijk steeds weer iets negatiefs te vertellen over Suriname. Wat denkt u dat dat vandaan komt? Ik denk dat het ervan, het komt hier vandaan dat ze de aandacht willen afleiden van de stroom van negativiteit die ze nu op zichzelf gericht hebben gekregen. Want er zijn nog gewetensvolle journalisten in Nederland en gewetensvolle denkers en kenners die praten over het misdadig verleden van Nederland, maar ook over hun narco-staat zijnde imago in de hele wereld. Mm-hmm. En nu al helemaal met dat terrorisme dat ze ondersteunen in Syrië. Dus willen zij de aandacht daarvan afgeleid hebben en komt Suriname in de picture. En wat komt in de picture? Niet zozeer Suriname hoor. Het syndroom Bouterse komt dan in de picture. Kunnen we het koppelen aan Politiek Den Haag? Ja, maar daar praat ik over. Okay. Politiek Den Haag is het zenuwcentrum van het kwaad in de richting van Suriname. Maar niet alleen Suriname, ook als u hoort de slachtoffers die ze maken met hun drugsproductie. Mm-hmm. Wij zijn slechts omdat wij een onmetelijke begrenzing hebben met oerwoud. Ja. Wij zijn slechts een drugsdoorvoerland. Wij kunnen die grenzen niet bewaken, zodat drugsbonzen in de regio de gelegenheid krijgen om dit land te gebruiken voor transporten van ons grondgebied naar elders, Europa, Amerika. Maar wij produceren niet. Wij vergiftigen de wereld niet met drugs. Dat doet Nederland wel. Ja, en uiteindelijk, wanneer men niet zo gulzig was in Nederland om cocaïne te snuiven, tot in de Tweede Kamer hebben ze cocaïne gevonden in toiletten. Wanneer zij die gulzigheid niet hadden, had geen enkel land het probleem om te leveren. Dus ze moeten bij zichzelf te raden gaan. Als kooksnuivende staat en kookproducerende staat en ecstasy en speed en al dat soort troep nog meer. Huh? Ze hebben daar coffeeshops. Ja. Maar de coffeeshophouder mag geen drugs kopen om te verkopen. Hoe komt hij aan die drugs om te verkopen? Precies, waar komt dat dan vandaan? Dat komt van de staat die via de achterdeur levert. En de omzetting daarvan, daar wordt belasting over betaald. Dus drugsgelden worden daar wit gewassen via het belastingssysteem. Kunt u zich voorstellen? Dus de staat levert aan de coffeeshops? Aan de coffeeshophouder, ja. Via de achterdeur. Oké. Ze hebben ook onmetelijke plantages met drugs, marihuana, hash. Wie levert het? Als ik een drugs... Ik heb een coffeeshop. Mm-hmm. Ik verkoop aan u. Ik mag het niet kopen van buiten. Maar hoe kom ik eraan om het aan u te verkopen? En dat wordt wel gedoogd. Mm-hmm. Dat klopt toch niet? Ja, ja. Het klopt toch niet? Kijk naar die... Het andere element waar men ook de aandacht van wil afschuiven is... Het bewezen witwassen van crimineel geld door banken. Mm-hmm. Banken die miljarden witwassen. En één is betrapt, kort geleden. Ja. En die wordt dan niet veroordeeld strafrechtelijk hoor. Nee, want dat is die Hollandse koopman toch? Mm-hmm. Die vraagt 785 miljoen euro aan boete. Ja. Dus met geld was jij jouw criminele inslag schoon. Foei toch? Mm-hmm. Dit zijn de dingen waar Nederland op dit moment de aandacht van afgeleid wil hebben. En Chipoti Suriname is dan de dupe. Ja.
Maar we zijn geen Chipoti, want we hebben een rijkdom in onze bodem zitten waar zij op uit zijn. Maar ze want ze hebben geen bodemschatten meer. Hun aardgasreserves raken op en hebben ze niks meer. Alleen hun handelspolitiek, hun kruidenierspolitiek, waarbij ze anderen benadelen om zelf rijk te worden. Die verdragmiddelen, één NF geven, drie terugnemen. Door die wurgende contracten die onder die verdragen verborgen lagen. Mm-hmm. Maar een voorbeeld, Suriname mocht geen rails kopen in India die goedkoper waren dan in Nederland. Om die spoorbaan te maken in Apura. Ja. Nee, het moest verplicht in Nederland gebeuren. En de prijs was 4-5 keer hoger dan in India. Ben jij bezig met ontwikkelingshulp? Nee, het zijn verdragsmiddelen. Het zijn herstelbetalingen. Zo wordt dat door nationalisten ervaren. En zo praten wij daarover. Hulpgelden, wat voor hulpgelden? Je hebt een plicht naar Suriname tot deze dag nog. Met het oog op 25 mei 2020, wat verwacht u nog aan politieke aanvallen van Nederland? Ze gaan nog meer komen. En ze gebruiken daarbij die zogenaamde redimousses onder ons. Ze gebruiken die onkel Toms onder ons, die hun vacht verkopen voor een bord linzensoep. Hun neus schenden en vergeten dat hun aangezicht ook wordt geschonden. Zij die hand- en spandiensten verlenen, loopjongens functies vervullen, om de Hollandse bakrabassi ter wille te zijn, om ons land terug te krijgen naar het juk van kolonialisme. Die moeten wij in de gaten houden, want in dit blad Nieuwe Revue ga ik twee momenten noemen die van belang zijn. Ten eerste de oppositieleider Santokki, die zich leent om in een dergelijk pulpblad mee te doen aan het beschadigen van ons imago en het instituut van de president. Wat voor nationale waardigheid heb jij nog? Om daarin te figureren? Hij wil mij niet vertellen dat hij niet wist wat de strekking van het artikel was. Nee, hij heeft gewoon meegedaan. Ook mede criminaliserend Suriname. Ook mede criminaliserend het instituut van de president. En dan moeten we kijken naar de Riool Rajes die als berichtgever voor dit soort rioolsjournalisten hun werk doen hier in dit land. En ik zeg u, mijn vermoedens zijn bijna aan zekerheid grenzend dat we hier te maken hebben met witte Hollandse spionnen die zich overal binnenwurmen en informatie opsnuiven naast hun kookgesnuif hier, ook hier, die dit soort rioolsjournalisten voeden, zodat dit soort pulp, deze bagger, over ons heen gestroomd kan worden. Ik pleit ervoor bij de beleidsmakers in dit land. Ja. En ik zeg dat vaker, ook de bestemde plekken, ga nou eens een keer erop uit om te ontdekken wat de mensen die hier binnenkomen, wat ze hier komen doen, wat is hun agenda. Je hebt het recht om te weten wat hun programma is. Mm-hmm. Met wie ze gaan, met wie ze in contact treden, waarvoor. Je hebt het recht. Weg met dat zogenaamde vrije verkeer met een visum als enig criterium. Onderzoek die mensen die hier binnenkomen. Onderzoek die mensen die uit Nederland zogenaamd Suriname lovers zijn en hier komen wonen en zich een Surinaamse vriendin aanmeten als dekmantel, als franje bij het tapijt van hun waarachtige bedoelingen hier. Ik zeg, er lopen veel spionnen in dit land rond.
En men heeft te weinig oog daarvoor. En dit soort mensen zorgen ervoor dat er munitie wordt aangereikt aan onze vijand. Want ik zeg u, Nederland is staatsvijand nummer 1 van Suriname. En men hoeft het met mij niet eens te zijn, maar dat vind ik niet eens erg. Waarom zegt u dat? Omdat ik word bestreden. Als u eens weet wat er over mij allemaal rondgaat aan verhalen, omdat ik de waarheid vertel. Mm-hmm. Onverbloemd. En ik ben één die niet bang is, ook niet om dood te gaan als het gaat over mijn land. Mijn land verdedigen, dan mag de dood erop volgen, ik heb er geen probleem mee. Ik zal dan wel niet naar het paradijs gaan waar de 7 maagden op mij wachten. Maar ik ga dan naar een goede plek, want ik heb mijn land verdedigd. Als we dat zo horen, denkt u dat er nog hoop is dat de relatie tussen deze twee landen ooit weer hersteld zal worden? Nou, kijk, in zijn algemeenheid moet je zeggen van je hoopt het, hè? Ja. En waarom hoop je dat? Omdat bijkans de helft van ons volk in Nederland woont. Dat mag je nooit uit het oog verliezen. Mm-hmm. Er moet rekening gehouden worden daarmee. Sterker nog, die mensen moeten massaler betrokken worden bij de processen van ontwikkeling op eigen benen staande in dit land. Ja. En ik zeg, kijkend naar het Nederlands volk, ik heb het daarnet al gezegd, er zijn positieve mensen in dat land, ja, witte mensen, autochtone Nederlanders. Die willen veel meer en beter dan de regering daar en zekere delen van de pers en media in Nederland aan het doen zijn, aan vernietiging van de relatie tussen ons beide landen. Dus zeg ik, ik denk op termijn dat die positieve krachten ertoe zullen bijdragen dat er een verlichte vorm ontstaat van omgangsvormen, ja, op basis waarvan wij kunnen praten op basis van wederzijds voordeel, wederzijds respect. En wanneer dat stadium is bereikt, dan kunnen wij op hoger niveau betrekkingen met elkaar onderhouden, ja. En het is zelfs wenselijk, maar niet noodzakelijk. Want we hebben andere vrienden in de wereld die veel belangrijker zijn dan Nederland. India, China, ja. Brazilië. Zelfs met de Verenigde Staten hebben wij een werkbare relatie. Mm-hmm. Dus we hebben met Cuba, met Venezuela een beetje in de verdrukking op het ogenblik. Maar wij hebben genoeg uitvalsbasis om te komen tot internationaal geaccepteerd, gewaardeerd en gerespecteerde staat. En we hebben Nederland daarvoor niet nodig. Meneer de Miranda, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Opinie. Jawel. Het is heel snel gegaan, hè. Heeft u nog een boodschap aan de kijkers? Ja. Kijkers, luisteraars, verliest u niet de hoop in de waardigheid van uw eigen Republiek Suriname. Houd vast aan datgene wat Moeder Aarde ons gegeven heeft, en dat is een rijkdom aan mooie mensen, die weliswaar af en toe vergiftigd in de geest tegen elkaar strijden, maar het wordt de hoogste tijd dat we de handen echt in elkaar slaan en voorwaarts marcheren om dit land tot grotere hoogte te brengen. En dat is mijn boodschap aan geheel Suriname, hier en de Surinamers, waar ook ter wereld. Dank u wel. Graag gedaan. U heeft het gehoord van meneer de Miranda. Nederland heeft altijd een verre van positieve rol gehad bij de ontwikkeling van Suriname. Dat was het weer voor deze aflevering van Opinie. De herhaling is op de woensdag en de vrijdagavond om 9 uur. En als u de aflevering gemist hebt of als u het alsnog wil bekijken, kan dat altijd op de YouTube-pagina van het Nationaal Informatie Instituut. Goedenavond.
op die hoek.